Vandaag op het programma de wedstrijd DVS 33 tegen Kwikbuis uit Katwijk. Voor de camera de hoofdtrainer van DVS, Bert van Unenstein. Welkom, Bert. Ja, dankjewel. Bert, deze wedstrijd is de tweede kwalificatieronde voor de KNVB-beker. De winnaar van deze wedstrijd komt in de koker eerste ronde hoofdtoernooi. Hoe belangrijk is het resultaat vandaag? Ja, dit is meteen al de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Er zijn veel zaken die vandaag tellen. Niet alleen natuurlijk de volgende ronde van de beker. Het telt ook van hoe ver sta je met de groep richting de competitie voor volgende week. Dus dit voelt weer even goed, omdat je nu de wedstrijdspanning voelt. Je kijkt hoe spelers erop reageren, je kijkt hoe de omgeving erop reageert. Maar deze wedstrijd is op zichzelf staand en fantastisch om mee te maken. Nou, zoals ik al zei, tegen Kwikboys vandaag. De voorbereiding van Kwikboys uitsluitend tegen tweede divisieploegen en DVS tegen hoofdklasses. Wat is volgens jou de ideale voorbereiding? Ja, dat zul je altijd achteraf weten natuurlijk. Hè. Kijk, we hebben veel balbezit kunnen trainen, zo kun je het ook zien deze wedstrijden. We hadden graag wat meer weerstand gehad, maar door een afzegging ging dat niet door. We weten gewoon dat we vandaag scherper zullen moeten zijn dan in de wedstrijden hiervoor. Dus daar hebben we lering uitgetrokken. En na 5 minuten zijn allebei de ploegen weer gewend aan dit niveau zoals het hoort. Dus dat komt helemaal goed. Mooi. Trainer Jan Zoutman heeft het over systeemspeelstijltypes van Kwikboys. Pas jij je team daarop aan of ga je uit van je eigen speelstijl? Nee, we gaan uit van onze eigen speelwijze, want je hebt een lang seizoen en dan geef je vastigheden mee aan de groep. Je weet wat Kwikboys voor systeem speelt of gaat spelen. Nou, daar bereid je spelers op voor in de zin van waar liggen je kansen, maar ook je bedreigingen. Dat neem je daarin mee. Dus je moet binnen je formatie moet je daar keuzes in leren maken en daar hebben we deze week aandacht aan besteed. Waar liggen die kansen voor DVS? Nou, ik verwacht dat we op het middenveld iemand extra kunnen creëren. En verder denk ik dat onze creativiteit goed uit zal pakken richting de verdedigers van Kwikboys. Iedereen wedstrijd fit of heb je nog een aantal blessures? Nee, we missen nog wel wat jongens. Maar goed, die waren al een poosje niet aanwezig. Dus daar hebben we in die zin in de voorbereiding geen hinder van gehad. Sterker nog, deze jongens, als ze terugkomen, gaan ons nog sterk maken. Nou, namens DVS TV en de kijkers wensen we je heel veel succes. Dankjewel. Scheidsrechter Nachtegaal heeft voor de eerste keer gefloten deze middag. Vanmiddag op het programma de wedstrijd DVS 33 tegen Kwikboys. Robert de Vries. Crossbal op Maurice de Ruiter is goed. Heiko Epe gaat mee. Maurice de Ruiter schot. Net over de goal van Martijn de Zwarte, keeper van Kwikboys. Goeie bal van Koen Vloedgraven op Geuk aan Yassar. Die mannetje voorbij. Bereikt Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Achterin staat Mike Arends. Heeft hij goed gezien. Mike Arends schiet. Bal verdwijnt over de goal van keeper Martijn de Zwart, maar een op zich goed opgezette aanval van DVS. Bal van keeper de Zwart op Jesse van Nieuwkerk. Hollard daar rood, geeft die bal zomaar aan Jesse van Nieuwkerk. En dat is een niet zo handige terugspeelbal. Zo wordt het hier na 10 minuten voetballen 0-1 in het voordeel van Kwikboys. Terwijl er eigenlijk niets aan de hand is. Koen Vloedgraven ziet daar Maurice de Ruiter ontsnappen. Maurice de Ruiter, wat gaat hij doen? Hij verspeelt daar de bal. Bent hem mee naar voren. Zoekt daar Ravensbergen, Joey Ravensbergen. Karsjoeg, voorzet daar. Dit gaat wel heel makkelijk. Buitenspel. Nee. Paul Epping, daar redt hij zijn ploeg op een 2-0 achterstand. Goeie redding daar van Paul Epping. Weer goed storend werk daar van Koen Vloedgraven, Yassar. Dat is een goede beweging. Kan Daniel van Warmen op de goal gaan? Nee, ziet daar Mike Arends. Mike Arends moet gaan scoren. Nee, op de handen van de keeper. Martijn de Zwart behoedt aan de andere kant zijn ploeg. Sterk gevoetbald van Kwikboys. Dan gaat Jesse van Nieuwkerk erdoor. Hoi. Voorzet daar. De 2-0-2. Wat doet die ploeg Kwikboys dat geslepen? Het is onder de derde aanval die ze voor de goal komen van Paul Epping. Maar de stand is hier wel 0-2 na een half uur voetballen. Daniel van Warf achter de bal. Deze vrije trap. 33 minuten gevoetbald. Ja, daar is die niet. Hensbal. Bentham, Anthony Bentham. Kwikboys weer. Akohen. Ziet daar Jesse van Nieuwkerk.
Met Basil Camara voor hem. Dan komt die Akohen mee van achteruit. En die geeft hem aan die nummer 11. Kachouch. Kachouch. Potverdikkeme. Dat gaat maar net goed voor DVS. Meneer Van Warven. Zit er dan nog iets in voor rust in de extra tijd van de eerste helft? Maurice de Ruiter. Goeie beweging. Goeie beweging. Gaat met zijn lange benen er vandoor. Geeft een bal aan Mike Aris. Goeie bal. Heeft hij controle? Mike Aris heeft controle. Gaat zijn man voorbij. Achterin is daar Yassar. Bal valt voor de voeten van Daniel van Warven. Maar op de voeten van Bentham. Anthony Bentham. Convloedgraven. Nee. Druk zetten van DVS. Maar Quick Boys voetbalt zich daar goed onderuit. Goeie bal van Tim Bloemendaal. Op Kachouch. Kachouch 16 meter binnen. Dennis Hollard voor hem. Meteen weer een gevaarlijke kans daar voor Max van der Steen. Komt die vrije trap. Scherp daar. Yassar. Geukan Yassar. Ik zei het al. De aansluitingstreffer hier. Geukan Yassar door de goede vrije trap van Daniel van Warven. Zo komt DVS hier op een 1-2 achterstand nog wel. Maar de aansluitingstreffer is een feit. Doelpunt te maken. Geukan Yassar. Brengt de bal de 16 meter in. Geukan leert die bal vallen. Daarvoor Maurice de Ruiter is net iets te laat. Of die Dennis van der Plast is net iets te vroeg. Basil Camara, Maurice de Ruiter. Mike Arends, Basil Camara. Oh, hij komt er net niet genoeg onder die bal. Om die bal naar beneden te koppen. Op zich vond Mike Arends daar Basil Camara, die nog mee was, goed. Mike Arends. Koen Vloedgraaf opnieuw. Mooie bal daartussendoor. Mike Arends, moet die voorzet komen? Is laag. Oeh, met zijn hakje bijna. En Daniel van Warmen voor open goal. Deze was moeilijker om hem te missen dan om hem te maken. Roald de Vries. Koen Vloedgraven. Op avontuur daar. Maurice de Ruiter. Koen Vloedgraven. Op het hoofd van Yassar. Nee, daar zit Anthony Bentham tussen. Raasbergen. Scherpe voorzet daar hoor. Pot, verdikken maar weer een kans voor Jesse van Nieuwkerk. Yassar ontvangt daar de bal. Komt 1-op-1 met de keeper. Kapt de man uit. En vindt daar keeper Martijn de Zwart. Mahmoud. Oh, stevig duel daar om de bal. Scheidsrechter vindt het een fair duel. Lars Dekker daar. Moet verdedigen. Voorzet. Mahmoud. Mahmoud gaat schieten. Net naast de goal van Paul Epping. Roald de Vries. Roald de Vries. Lars. Dit mag door. Dit mag door. Op de lat ook nog. Schot van Koen Vloedgraven. Dit verdient toch meer, jongens. Maar ja. Gaat op avontuur. Bal via een DVS-speler over de zijlijn. En daar vindt scheidsrechter Nachtegaal het genoeg voor vandaag. Zo gaat Quick Boys ten koste van DVS 33 in de koker voor de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Zo kort na deze wedstrijd gaan we de wedstrijd analyseren. Dat doen we met beide trainers. Aan mijn linkerkant, voor u rechts, Jan Zoutman, welkom. Dank je. Bert Hunestein, welkom. Dank je wel. Kun jij een analyse geven van deze wedstrijd zo kort na deze wedstrijd? En neem ons mee door de eerste en tweede helft. Ja, dat gaan we proberen. Want de wedstrijd is natuurlijk net afgelopen. Ik vond de eerste helft... had DVS wat meer de bal, maar kregen wij uiteindelijk de kansen. En ik denk dat DVS één goede kans heeft gehad, halverwege de eerste helft, waar wij balverlies hadden in de opbouw. Ja, ik denk dat wij betere kansen hadden en meer kansen. En nou, uiteindelijk met een 0-2 voorsprong de rust ingaan. En ja, dat is natuurlijk prima. De tweede helft vond ik ons in een aantal opzichten wat minder. Ik vond dat we begonnen nog wel goed. We creëerden in de eerste fase na rust ook wel mogelijkheden.
Maar daarna vond ik dat DVS meer controle had. En zeker na de aansluitingstreffer was het toch 10 minuten, kwartiertje heel lastig. En kwamen wij wat minder aan voetballen toe. Aan het eind van de wedstrijd werden de ruimtes wat groter. En vind ik dat wij het eigenlijk dan wat beter en slimmer uit moeten spelen. En we krijgen natuurlijk, we hebben toch nog twee hele gevaarlijke momenten voor de goal. Onder andere toen onze keeper eruit kwam en de bal niet lekker raakte. Ik moet zeggen dat ik vind dat we aan de bal niet een geweldig niveau hebben gehaald. Met name de eerste fase van de wedstrijd en ook de eerste fase van de tweede helft was het wat slordig, wat rommelig. Ik vond DVS wat vaster. Die hadden wat meer balbezit. Maar ja, voetbal gaat nou helemaal om doelpunten. En ik denk qua kansen over de hele wedstrijd dat we misschien wel de bovenliggende partij waren. Ik heb ze niet heel snel op mijn netvlies, maar... ik denk dat we wel effectiever waren vandaag en dat we daarom de wedstrijd hebben gewonnen. Bedankt voor deze heldere analyse. Bert, wat heb jij in de rust tegen de jongens gezegd? Nou, kijk, even refererend aan wat Jan zegt. Ik heb zo nog een briefje voor Jan, er staan er wel wat kansen op. Dus daar komen we wel uit samen. Ik vind namelijk in de eerste helft Geukan op de paal. Mike die 1-1 met de keeper komt, fantastische redding van de keeper. Dus dat zijn wel kansen. Ik was de eerste helft best wel tevreden over de spelopvatting en de speelwijze die we hadden. Het werd redelijk goed uitgevoerd. Alleen, probeer maar eens gaten te vinden tegen een achterhoede met 5 man. En daar moet je geduld in hebben. Moet je doorheen durven voetballen. Nou, die mogelijkheden kwamen er te weinig. Quick Boys haalden een fantastisch rendement uit zijn acties in de eerste helft. Die 1-0 die komt uit een terugkopbal van ons natuurlijk. Dus dat helpt hun natuurlijk om dat spel te blijven spelen wat ze voor ogen hadden. Dat hebben ze goed gedaan. In de rust aangegeven, blijf geduld opbrengen, want blijf op jacht gaan naar die 2-1. Want het is een bekerduel, hè, dan moet je alles of niets gaan spelen. Nou ja, dan valt die 2-1. Ja, en volgens mij hebben we ongelooflijke kansen gehad met Koen en die van Daniel van Warven. Die bal ligt nou denk ik ergens op de sportlaan. Dat was natuurlijk een moment dat we 2-2 moeten maken. En ja, op het einde zie je wel dat hè, wat Jan ook zegt, de ruimtes worden groter. En dan had het zomaar eerder al 1-3 voor Quick Boys kunnen worden. Ik ben niet ontevreden over de performance van ons elftal. We hebben bij Vlaag goed voetbal laten zien. Maar heel eerlijk, en dat zegt Jan ook terecht. Het is niet de ploeg met de meeste balbezit die wint. Die het hoogste rendement uit zijn acties haalt. Learning zo net voor het seizoen. Ik ben trots op de jongens. Het publiek was ook dankbaar voor de performance van ons team. En uiteindelijk is de ploeg die de meeste doelpunten maakt de verdiende winnaar. Ja, voetbal is niet altijd eerlijk. Jawel, want daarom moet je doelpunten maken. Want degene die de meeste doelpunten maakt, die is dan de terechte winnaar. En dat moeten wij maar leren in Nederland, dat de wetten zijn. En dat heeft Quick Boys beter gedaan dan DVS. Ik weet alleen zeker, we krijgen natuurlijk nog 2 prachtige wedstrijden tegen elkaar. En dan zullen we zorgen dat wij de bovenliggende partij zijn. Tevreden over het functioneren van je ploeg verder? Nou, wat ik al zei, over sommige dingen wel en over sommige dingen niet. Ik vind met name de tweede helft vind ik dat we verdedigend wel niet altijd even goed stonden. Op een gegeven moment herstelden we de organisatie wel weer, maar ik vind dat we daarin te veel hebben weggegeven. En ik vind ook, er waren fases in de wedstrijd dat we redelijk voetbalden. Maar er waren ook fases in de wedstrijd dat we veel te snel de bal kwijt waren. Ja, waardoor je het initiatief aan de tegenstander geeft, dat kost heel veel energie. Want op het moment dat je net aan het aansluiten bent en je hebt lopende mensen en je raakt de bal kwijt, ja, dan kost dat kracht. En dat kan je later in de wedstrijd opbreken. Ik moet zeggen, aan het eind had ik wel het gevoel dat we de organisatie weer goed voor elkaar hadden. En dat we eerder de 1-3 zouden maken dan dat de gelijkmaker zou vallen. Maar uiteindelijk, wij zijn onze wedstrijdbespreking begonnen met het gaat maar om 1 ding vandaag. En dat is een ronde verder komen. En dat hebben we gedaan. Ja, jullie zitten in de koker voor de eerste ronde KNVB-beker. Zo is dat. Maar we komen elkaar dit seizoen nog tegen. Nog van harte gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. En bedankt voor deze analyse bij de trainers. Graag gedaan.